Ja, goedenavond. Dat had u geluisterd naar een stukje soulmuziek. En daarna heeft u geluisterd naar een jazz jive tune. Deze video is in het teken van afscheid nemen. Ik zal heel even wat bekijken. Ja. Van wie neem ik afscheid? En waarom neem ik afscheid? En wanneer neem ik afscheid? Mijn naam is Eugene Simon. En ik woon sinds 1990 in Utrecht, Overvecht. En dat is een periode van hoge pieken en diepe dalen. Mijn ouders komen beide uit Indonesië. Mijn vader die komt uit Purwokerto. En mijn moeder die komt uit Wonosobo. Midden Java, Indonesië. En toen mijn moeder naar Nederland, in Nederland kwam, was ze 17 jaar. En ging ze met een ukulele, ging ze zelf als een lady crooner, zo heette ze, in Gilserij in Noord-Brabant voor duizenden militairen optreden, regelmatig. En mijn moeder wilde geen militair. Mijn moeder woonde in Tilburg, of in Goorle, sorry. In Goorle, naast Tilburg. En mijn moeder wilde geen militair. En dat had ze ook gezegd. En mensen hebben dat onthouden. En toen kwam daar een jonge meneer. En ja, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar dat zijn mijn ouders. Dus ze hebben elkaar daar in Gilserijen zijn ze elkaar tegengekomen. De broer van mijn moeder, twee broers van mijn moeder, die zaten in het leger, die maakten allebei muziek. En die kwamen dus ook in Gilserijen en daar was een mevrouw. Die kookte dan voor al die Indische, of voor al die militairen. En dat was een Indische mevrouw. En ja, mijn moeder kende die mevrouw. En omdat mijn moeder werkte bij een verzekeringsmaatschappij op de Stationslaan in Tilburg. En haar collegaatje, die heette Roos Holslag, die leeft dus niet meer. Haar moeder. En, en daar kwam toevallig ook de broer van mijn vader, want die zat ook in het leger. En mijn vader zat niet in het leger. En tegen de broer van mijn vader hebben die dames gezegd: hey, Dolf, jij bent militair, maar Jolanda die wil geen militair. Neem even je broer mee, die is toch geen militair? Ja, is goed. Ja, zo doen we dat. Anyway, mensen, er zitten 9 minuten al op. En ja, sommige video's duren een uur. En hebben ze meer dan 1 miljoen hits, dus het is dus niet zo, des te korter, des te beter mensen dat beluisteren of bekijken. Het gaat er alleen om dat ik afscheid wil nemen. En dat ik al op 9 minuten 40 zit, omdat ik eerst wat muziek draaide. Maar ik wil er niet omheen draaien. Ik heb een bewogen leven. Mijn vader is mijn arm overleden toen ik 17 was. Een jaar later kreeg ik een huidziekte. En dat is een ziekte. Dan moet je maar lezen op internet. Ik kan het je vertellen uit eigen ervaring. Het doet wat met je psychisch. En het doet wat met je leven. En ja, dat is een hele zware leidersweg. Ik heb veel mensen gekend en veel mensen geholpen. En nu we die intelligente lockdown hebben van die coronacrisis. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk sinds de maand maart
En dus tot de dag van vandaag, zeg maar in de maand april, dat zijn een kleine 30 dagen of zoiets, whatever. Ja, ben ik wel ervan overtuigd dat ik niet nodig ben. Voor wie niet? Voor mensen die op mijn twee Facebook-accounts vrienden zijn. Er zijn twee openbare Facebook-accounts. En onder die twee Facebook-accounts heb ik nog wat verschillende pagina's lopen. Maar het gaat om twee Facebook-accounts. Daar zit ook een verhaal aan vast. Waarom twee? Maar u vraagt me nu niks. Ik hoor niemand de vraag stellen, dus ga ik het ook niet uitleggen. Maar beide Facebook-accounts, die ga ik verwijderen. Is dat een ramp? Nee. Niet voor mij. En voor die 7000 mensen? Ook niet. Ik heb de hele dag geen telefoontje gehad van geen ene Facebook-figuur. Geen één. Dus mensen nemen de moeite niet om naar me om te kijken. Want ze bellen me niet. En in tegenstelling tot de meeste mensen in deze wereld staat mijn telefoonnummer op Facebook. Toets maar in Google, mijn naam, vind je gelijk mijn telefoonnummer. En dan bel je me op, ik neem nog op ook. Maar afscheid van alle mensen op Facebook. En ik wil wel een paar namen noemen hoor. Grete Vink, daar neem ik afscheid van. Joey de Groot, daar neem ik afscheid van. Rashima Blondeel Timmerman, ja, daar neem ik afscheid van. Victor Fifties, ja, daar neem ik afscheid van. Rosa Appon, ja, daar neem ik afscheid van. Astrid Jansen, ja, daar neem ik afscheid van. Moet ik nog iemand noemen? Helemaal geen behoefte. Kijk mensen, er zijn een paar mensen die mij in levende lijf hebben meegemaakt. En dat zijn er meer dan ik zelf wil geloven. Compositie heb ik gemaakt. Mijn artiesten vinden er geen moer aan mijn muziek. Ze zullen me niet missen. Even kijken. Die is het niet. Dan ga ik toch zelf even lekker genieten. Maak er zelf een feestje van. Ik wil niks meer met mensen te maken hebben die mijn muziek niet mooi vinden. Oprotten. Oprotten molen. Ik vind dit gewoon lekkere muziek. Hoor dan. Hey. Yeah. Nou mensen, ik kap ermee. Ik heb geen zin meer om contact met jullie te hebben. Maar al die likes van jullie, die boert me helemaal geen reet. Ik geef er geen flikker om. Ik heb er niks aan. Ze komen niet uit de goedheid. Dus
Ik maak kunst en ik help veel mensen. En nogmaals, ik heb een bepaald leven waar mensen getuigen van zijn geweest. En ik weet niet hoeveel duizenden foto's en duizenden films ik op beide accounts heb gedaan. Maar ja, ik flik het hele zooitje eruit. Joh. Dit is helemaal geen reet, man. Kijk, als ik iets zat ben, dan ben ik het ook gewoon zat. Als ik iemand zat ben, ik ken Rashima Blondel Timmerman, die ken ik vanaf 29 september 2013. Als ik mensen zat ben, dan ben ik ze gewoon zat. En dan maken ze het zelf naar. Simpel. En 7000 mensen op Facebook. Luister, mensen. Facebook is voor losers. Het is hartstikke gratis. Ik heb misschien wel 12 websites. Dat kost gewoon geld. Dat is niet gratis. En dan moet je nog verstand hebben ook van bepaalde dingen, anders dan doen ze het niet eens. Maar Facebook is gewoon voor een stelletje domkoppen, joh. Er is niks dommers dan Facebook. Dus ik heb helemaal geen zin meer in. Dan knal het er gewoon uit. Mist er niks aan. En mijn YouTube-account, die knal ik er ook uit. Daar heb ik ook geen flikker aan. Mensen, wat kan mij het nou allemaal schelen of ik nou 7000 vrienden heb op Facebook of 710? Wat kan mij het schelen of ik 390 abonnees heb op YouTube? Het interesseert me geen hol. Ik word er niet overspannen van en ik word er niet blij om. Dus wat wil ik wel doen? Ik ga er niet dood aan en ik word er niet beter van. Dus ja, op een gegeven moment ga ik nadenken tijdens de coronacrisis. Dan denk ik, wat doen die mensen allemaal zielen? Ze vergelijken ze allemaal met mij. We zitten in hetzelfde schuitje. Joh, rot toch op, man. Rot op, mijn gol. Maak me nou niet kwaad. Stelletje, Mongolië. Met mij moet je hier geen ruzie maken, hoor. Dus ik flik jullie er allemaal uit. En laat mij met rust. Anders krijg je spijt als haar op je hasjes. Zeker niet. En oprotten allemaal. Jij ook, Rashima. En ook jij, Victor. Laat mij met rust. Anders krijg je spijt. Wegwezen. Oprotten allemaal.